Je bent een van de mensen die hier strijden tegen het motorgeweld op de Zuiderdijk. Waarom? Ja, dat klopt. In september spraken we onze buurvrouw en wij waren zelf dat weekend weg. Dus we hebben het toen niet echt meegekregen, want dat was tot nu toe onze oplossing. Om dan zelf maar weg te gaan in het weekend als het zo'n herrie was. Maar onze buurvrouw die was wel thuisgebleven en die was zo over haar theewater. En die liet ons ook filmpjes zien van hoe erg het geweest was in september. Dat we dachten van ja, dit kan gewoon echt niet meer. Wij zijn elk weekend weg. En zij was in staat om haar huis te verkopen. En toen dachten we van ja, we moeten de koppen bij elkaar steken en hier iets aan gaan doen. En toen hebben we die actiegroep opgericht. En hoeveel mensen zitten in het actiecomité? Door de toegenomen media-aandacht stromen de e-mails nog steeds binnen, de aanmeldingen. De laatste keer dat ik geteld heb, zaten we op zo'n 85 e-mailadressen die de nieuwsbrief ontvangen. Dus één e-mailadres per huishouden. Dan gaan we uit van twee mensen per huishouden, dus zo'n 160. Wie heeft de leiding van het geheel? De kern bestaat eigenlijk uit 2 à 3 man die de website bijhouden en de artikelen schrijven en de contacten onderhouden en de e-mails beantwoorden. En we werken ook samen met de Verkeersalliantie in Schellinghout, die al veel langer bezig zijn met dit probleem. Ik heb begrepen, ook de Hoogheemraadschap zijn er al een tijdje mee bezig. Maar daadwerkelijk wordt er nog niks gedaan. Nee, op dit moment in februari mochten we aanschuiven bij een overleg met de heer Broeders en de Alliantie in Schellinghout. En daaruit begrepen we dat het hele gebeuren nu hangt op het feit dat de weg nog niet van de gemeente is. En straks niet meer van het Hoogheemraadschap. Dus de bewoners die dreigen nu van het kastje naar de muur gestuurd te worden. En trouwens niet alleen de bewoners, maar ook de 110 recreanten die hier een huisje hebben aan de dijk. Er zijn zo'n 110 huisjes over 2 parken verdeeld. En dat zijn mensen die ook op de rust afkomen en niet per se motorliefhebber zijn, zullen we maar zeggen. Motorrijders die zijn toch vrij fanatiek en ze weten soms ook niet tot hoever ze kunnen gaan. En dan nemen ze ook represailles naar aanleiding van het feit dat jullie de publiciteit hebben gezocht. Ja, ik denk dat dat maar een klein deel is hoor, van de motorrijders. Want er zijn ongetwijfeld ook een heleboel die gewoon rustig hun rondje willen rijden en zich daar ook aan storen dat dit nu gebeurt. Maar we hebben wel gemerkt, en dat hebben ook meerdere mensen aangegeven die zich in het verleden ook verzet hebben tegen dit lawaai. Dat op het moment dat zij een artikel in de krant produceerden, kregen zij te maken met mensen die langskomen rijden, het gas opentrekken, dat soort zaken of bedreigingen hebben ontvangen. En bij ons is het beperkt gebleven tot een aantal keer met veel herrie langsrijden. Nou ja, dat kun je in een kwartier volhouden en dan is de lol er ook wel af. En daar is het gelukkig wel bij gebleven. Maar er zijn ook een hele hoop motorrijders die zich ook bij die groep hebben aangesloten. En ook zeggen van ja, weet je, ik vind motorrijden hartstikke tof. Maar zoals nu gaat, in die aantallen en met zoveel lawaai, dat wordt mij ook te gek. De zondag voor de Pasen, toen was het ook behoorlijk druk. En er waren er toch wel laten we ze ASO's noemen, bij de motorrijders en de gashendel openzetten. Terwijl er toch duidelijk borden staan, 60 kilometer en rij in een lagere versnelling. En dan evengoed nog met zoveel mensen op de dijk, zoveel lopers, zoveel fietsers, omdat het mooi weer is, om dan zo je eigen te gedragen. En dan vind ik het eigenlijk wel dat jullie een beetje gelijk hebben. Ja, er staan al een aantal jaren hier bordjes aan de dijken. 60 ook voor motoren en lage toeren is minder overlast. En een deel houdt zich eraan, maar ook een deel niet helaas. En dan heb je ook nog de grote groepen die wel rustig rijden. Maar het feit dat er gewoon een stuk of 18, 22 motoren achter elkaar rijden. Die zich door de fietsers en de wandelaars heen moeten persen. En daar ook nog auto's tussendoor, want laten we die ook niet vergeten. Dat kan gewoon niet op zo'n dijk. Hè. Op het strand hebben we ook afspraken dat je daar in de zomer niet met je mountainbike terecht kan. Dat je daar niet kunt kitesurfen en dat je daar niet met je paard kunt rijden. Want het is daar te druk, dat vindt iedereen normaal. Maar dat soort afspraken moet je ook maken over de dijk. Want je kunt daar niet met en auto's en motoren en fietsers en wandelaars terecht. Want dan kun je net zo goed zeggen dat je langs de berm van de 506 kunt gaan wandelen. Dat is dan net zo veilig. Jullie, je wil niet in beeld. Dat heeft ook te maken met die mensen die dan toch represailles willen nemen. Tegen de mensen die dan ageren tegen het feit dat ze zich misdragen op die dijk. Want dan misdragen ze zich nog eigenlijk dubbel. Ja, en dat is gewoon jammer, want dat is niet de manier om de discussie aan te gaan. We hebben ook al meerdere keren aangegeven, als mensen erover willen praten, kunnen ze langskomen. Goed gesprek is altijd mogelijk. En ook, het is niet zo dat wij andermans vrijheid willen afpakken.
Het gaat om 60 dagen per jaar dat we vragen van... dan even niet met auto en motor op de dijk. En die 305 dagen kan het wel. Het is dus niet zo dat de dijk voor altijd dicht gaat. Dus dat is, het is niet eens de helft van de dagen. Het is niet eens 50-50. Dus het is een relatief klein verzoek wat we doen. En daar moet je toch op een volwassen manier over kunnen praten. En niet met dit soort bedreigingen. Maar ik begin het onderhand wel een beetje zat te worden. Dat een klein groepje denkt dat als ze gewoon een grote bek geven... dat wij dan wel door de knieën gaan. Maar dat is niet zo. Hoe willen jullie er gaan handhaven in de toekomst... als het, de besturen het wel vinden? Je kunt verschillende dingen doen. Als je kijkt naar de aanpak van Lopik... waar ook een dijk is afgesloten. Daar hebben ze de dijk gewoon afgesloten met een bord. Hebben ze neergezet. Niet toegankelijk voor motoren in dat geval... In Lopik zijn daar, is er niet gehandhaafd. En toch zag je dat het aantal motoren van 300 zoveel terugging naar 50 per dag. En de bewoners gaven ook aan dat daarmee de overlast enorm afnam. Dus zelfs als je niet handhaaft, neemt de overlast af als je borden plaatst. En verder, als je wel zou willen handhaven, als je bijvoorbeeld kijkt in Landsmeer en Purmerland, daar heb je ook borden staan dat je daar in de spits niet welkom bent. En daarachter staat een grote flitskast. En die weet gewoon, deze nummerborden wonen hier wel en die niet. En als je doorrijdt, heb je een prent te pakken. En recent stond er nog een artikel in het NAD over een firma hier in Venhuizen. Die camera's levert aan Amsterdam in verband met milieuregels daar. Nou, dus volgens mij zijn er genoeg oplossingen om dat dan eventueel wel te handhaven. Je spreekt over het Hoogheemraadschap en over de gemeente. Maar er is nog iemand die eigenlijk betrokken moet zijn bij de dijk. En dat is de provincie. Ja, nou, die heeft een van onze leden van de actiegroep toen hebben die aangeschreven. En ze erop gewezen dat het hier een stiltegebied is. En ook gevraagd om het ophangen voor stiltegebiedbordjes. En er kwam een heel ambtelijk antwoord op met zoiets als... we nemen het mee, we komen erop terug en we gaan het herijken. En dan weet je al, we gaan niks doen, is het antwoord eigenlijk. Dat hebben jullie dus gestuurd naar de ambtenaren van de provincie. Maar de mensen die de baas zijn in de provincie... dat zijn de statenleden van de verschillende politieke partijen. Hebben jullie die ook aangeschreven? Nee, zover zijn we nog niet gekomen. Want voor een gemiddelde doorsnee burger is het heel moeilijk om... te zien waar je precies terecht kan met welke vraag. En datzelfde geldt trouwens ook voor de gemeente Drechterland... met een zeer onoverzichtelijke website. Dus voor je daar helemaal in zit... dan heb je daar wel een aantal avonden vrije tijd in zitten.